ik heb niet meer nodig, hè. Als dit. Kun je prima in pitten. Dikke slaapzak, dekbed eroverheen. Ik heb nog nooit zo lekker geslapen. Dat is de laatste tijd. Nee, maar meer heb ik niet nodig, hè. Een slaapplaats, een kachel en een tv'tje. Alleen, is dat het leven wat je bedoeld hebt? Was dat de bedoeling? Nee, niet. Als je helemaal in de shit zit, godverdomme, kom er maar uit. En dan zonder familie en zonder geld, hè? Dat krijg je hartstikke voor elkaar. Once a little boy sat upon his daddy's knee with picture and crayons in his hand. He said, when I grow up, this is the man I want to be. Daddy, what color is a man? A man. A man. Rotterdam, de Willemskantine. Het café voor arm, rijk, crimineel en ambtenaar. Goedemiddag. Jos, vroeger vertegenwoordiger en cowboy, nu arm en bestolen van zijn paarden. Hij zoekt nu zijn heil bij oude en rijke gabbers in de Willemskantine. Ik heb een grote pil, zie ik. Ben je in de miso hier gewoon allemaal niet? Ik ben gewoon Oemelen. En ik kom hier altijd. Wie? Ik heb een voornaam. Oemelen. Jij bent Dunnie van Bronsma? Ja, wel. Weet je mij niet herkend? Ben ik dan jonger geworden? Ja, maar nee, joh, dat weet ik dan niet, joh. Ik heb 100.000 dingen aan mijn knas. Ik leg op de keien. Nee, en jij rijdt een auto van 200.000 gulden naar een huis van een miljoen gulden en ik moet, ik heb niet eens een fiets. Nee, maar heel simpel verhaal is dat ik hem altijd zat gehad. En hij nog 100.000 keer meer. Toevallig ken ik zijn. Nee, ik ben ook miljonair geweest. Veel geld. Maar ik had 13 paarden mag gereden, ik had 13 Andalusiërs. Blauwe schimmels mag gereden. En terug naar Spanje toe. Wat gebeurt er? Dan kom ik bij Lyon dan, helemaal verrot. Uit die wagen. Jan zegt, we gaan even een colaatje halen, een broodje eten en hup, hup, hup. Ik zeg, geef mij de sleutels. Hij zegt, godverdorie. Hij zegt, ze zitten erop. Oh, ja. Dus ik loop aan de route Zalei, over bij zo'n restet, hoe noem je zo'n ding in Nederland? Zo'n restaurant. Ja. Terug. En ik kom aanlopen. Ik loop langs Schuithuis. En ik zie het zo. Die wagen wegrijden. Ja, verschrikkelijk. Met allemaal handen in. 13 keer 8 roodjes. Dan ging je helemaal anders geld. Maar kijk, Simon, weet je wat het is? Stop het even. Je bent ook een boel kwijt. Heel veel kwijt. Zullen veel kwijt. Dat is ook niet zo erg. Maar je hebt nog een huis. Je kan naar het bed toe gaan. Ik heb geen fiets. Ik heb geen Cherokee meer. Ik heb geen Corvette meer. Ik heb geen paarden meer. Ik moet lopen. En ik leg in de stal. En toch krijgen we nog niet kapot. Jos brengt de nachten door in de caravan van een vriend. Het is zo koud dat hij zijn kleren aan moet houden. Het is vroeg in de ochtend. Jos heeft om 9 uur een afspraak met Turkse geldschieters. Hij heeft een groots plan om paarden naar Nederland te halen. Het blijft behelpen voor Jos. Er is geen stromend water in de caravan. Hij kijkt in de spiegel en hij ziet er steeds slechter uit. Hij is de wanhoop nabij en heeft geen cent op zak. It's just like eyes around my heart. Ik heb een stukje grond nodig van 40 bij 40 meter. 50 bij 50 meter. Zat. Genoeg. Daar bouw ik een ring in. Bij in Spanje en Frankrijk hebben we de stier in lopen. He? Een hek. Ja, ja. En in het midden van het terrein zet ik een zwembad neer. Een kinderzwembad. Zo hoog, 80 hoog, water erin. En dan gooi ik 500 gulden klein geld in. En in Frankrijk heet dat, in de Camargue, heet dat Toro Piscine. Toro is stier, Piscine is zwembad. Dan gooi ik 500 gulden in, klein geld, muntjes. Ja, ja. Dan zeg ik, als al die gasten eromheen zitten, als ik ja roep, kun je het eruit halen. Als je het eruit haalt, is het voor jou.
Maar op het moment dat ik ja roep, laat ik een stiertje los. In die ring. Klein stiertje. Dus die gasten moeten lopen naar dat water in. Grabbelen, zoeken, eruit halen, in de zak en terug naar dat hek. Maar dan komt dat stiertje natuurlijk. Die komt achter je. En ik op het paard. Achter die stier aan, opjutteren. Hij is slim, hè? Maar daar heb ik jou voor nodig. En hem voor nodig. En anderen voor nodig. Want het moet gefinancierd worden. En ik moet terrein hebben. Dan ben ik de enige in Nederland die het doet. De enige. 3 keer in de week doen. 500 man binnen. 5 euro intree. Kun je tellen? Kun je tellen, hè, Jos? We kunnen wel tellen, hè? Hoeveel, en doet er niks voor, hè? Dan ken ik die sociale dienst en al die regels hier. In dat Porco Dioland. Weg met die sociale dienst. Niet nodig. Ja. Niet nodig, gewoon zelf. Hop. Zelf verdienen. Ben ik bij de hand genoeg voor, hè? Ja. Draait hij nog, hoor? Tuurlijk. Dan heb ik toch gauw een SL300 of een 911 Turbo. Dan zit ik zo weer in, hoor. Jos wil een bedrijf oprichten voor zijn paarden. Om eigen zaak weer op te starten. Want ik heb niks aan die 760 euro. Nee. 764 euro uitkering. Ja. Dan hebben ze ook geen 1400 euro van gemaakt. Nee, precies. Toen die euro kwam en alles 2,2 duurder werd. Hè? Mm-hmm. Daar heb ik niks aan, daar kan ik niks mee. Wat zijn het, paardenraces? Nee, dat heet Toro Piccin. Ja. Dat is niks anders dan een arenaatje waar ze normaal ook stierenvecht in doen. Ja. Een zwembadje in het midden. Nou, dan moeten die gastjes vanaf dat hek het geld eruit halen. Ja. Maar op het moment dat ze dat doen, stap ik op mijn paard en ik gooi een stiertje los. Oké. Okay. En ik jaag een stiertje op naar die gasten toe. Meneer, eventjes, want ik wil even terug naar wat ik nu voor u kan doen en wat u vraagt. Ja, je kan niks voor me doen. Jij een zak geld geven. Maar ik heb geen zak geld. Nederland ik ben nog van wel. CWI, wij hebben geen zakken geld. Nederland nog wel. Ja. Balken heeft er wel. Dan moet u het aan meneer Balken vragen. Ja. Ik heb Nederland nooit nodig gehad. Ja. Ik heb 28 jaar mijn eigen geld verdiend. Nee, u krijgt geen geld. Maar zij zullen akkoord moeten gaan dat u een eigen bedrijf gaat starten. Ja, hoeven hun niet akkoord mee te gaan, want dan begin ik straks gewoon zelf. Dus ik van joh, hier heb ik papier, hij moet lekker. Mm-hmm. Want ik zoek het zelf wel uit. Ja. Je hoeft niet akkoord met mij te gaan. Nee. Je moet nu akkoord met mij gaan, je moet me nou 1,5 ton regelen. Dat ik kan leasen, grond kan regelen, stallen kan bouwen, ja. Paarden kan halen. Nee, niet aanboeren. Dat regel ik. Ik krijg dat hier voor elkaar. Maar zal het me dood worden? Ik krijg hier Toro Piccin. En Toro Piccin ken je niet? Dat weet je niet, zal ik je uitleggen. Je hebt hier een arenaatje. In het midden zetten we een zwembad neer. Je moet dus lopen als imbeziel om dat geld eruit te halen. Op het moment dat ik ja zeg, laat ik een stiertje los. En het heet. En het heet Toro Piccin. Jij bent mijn machten om dat te regelen. Ja, maar ga ik Simon als stier in de hoek? Nee, joh, het neemt met Simon te maken. Simon komt bij mij. Ja. En ik heb het idee van de wereld. Dat is het idee. We gaan hier naar de Camargue toe. Ja, we gaan hierheen. Niemand ziet iets in de plannen van Jos. Wat voor een op de regen uit, zeg. Helemaal alles voor elkaar. Kloteland. Tot overmaat van ramp is hij ook nog uit de caravan gegooid. Ten einde raad gaat hij naar het leger des Heils. Hallo. Dag meneer, ik kom inschrijven. Oké, okay, wat is uw naam? Jos Tammens. Heeft u gisteren geslapen? Nee. Zijn inspanningen hebben niets opgeleverd. Gelukkig vindt hij bij het leger des Heils een gespreid bedje. Jos zoekt zijn heil bij oude makkers in de voetbalkantine. Maar het zijn wel jongens met het hart op de tong. Ze zeggen dus wat hij eigenlijk niet wil horen. Een van zijn oude makkers noemt hem gewoon een zwerver. Ik heb 5 euro in mijn zak. Ik kijk van jou. Ik heb niets meer in mijn zak. Ik ben een beetje moe van, weet je wel, dat je zeiken dat je zielig bent. Jij moet gewoon wat harder zijn gewoon en zeggen van, hé, hey, ik wil weer wat bewijzen. En dan moet je dat ook doen. Je hebt altijd een grote mouw.
Nooit. Je hebt altijd een grote verhaal. Nooit. Ja, wel, want je wordt tot verbeten. En dat is goed, dan moet je dat ook bewijzen. Ik ben gewoon een zwerver, man. Wat het interesseert je, gaat pleuren, schat. Cowboy. Je moet er wel wat voor doen. Als je er niks voor doet, het komt niet vanzelf. Jos wordt met zichzelf geconfronteerd. In de Willemskantine grijpt hij naar de fles. Ook bij het leger des Heils is Jos eruit getrapt. Hij gaat erheen om verhaal te halen. Als je sloopt, dan weet je toch ook als ik hier binnenkom en godverdog. Ja. Weet je wel dat je kwaad bent. Ja. Maar dan zeg ik altijd, sorry, andere dag. Ja. Weet je wel dat je netjes bent. Ja. Maar toen heb je op een gegeven moment heb je iemand die wel een klap gegeven, ben je... Nee, gesproken. Ik heb één iemand één klap gegeven. Ja. Heb je iemand een paar klap gegeven? Eén klap gegeven. Twee of drie, want ik stond erbij, want ik ben er zelf tussen gesprongen. Ik heb het gezien, was drie keer raak. Links, die was zo te zieken tegen mij. Ja, ik weet het wel. Net... Waarom sla ik jou niet voor je kop? Of jij niet voor mij? Ik zag toch niet dat je geen gelijk had, enigszins? Ja, natuurlijk wel gelijk. Dus, tot donder. Oké, dat klopt. Kan ik in de schiën. Ja, dat kan ook wel zo zijn. Maar je weet wel dat we altijd, ook al hebben begrepen voordat je boos kan worden, hebben we wel altijd gesteld aan je gedrag. Maar goed, en op een gegeven moment heb je weer een kans gegeven, ben je weer contactpersoon geweest. En toen hebben we het laten beoordeeld. Dat hebben andere mensen gedaan, niet alleen de collega's. Hebben beoordeeld. Maar ik heb een boel geld moeten betalen. Ja, dat wel. 750 euro heb ik betaald in drie maanden. 200 zoveel keer 3. Ja, dan kom ik op 700. 247 euro maar 3, hè? Ja, ja. Dat heb ik betaald, hè? Ja. Ik moet morgen om 3:30 eruit. Want ik moet aan werk. Want ik krijg niet zomer in mijn zak. Ja. Of morgen de sociale dienst. Ja. Uit de hand komen lopen en zeggen, dan gaan de luiken dicht. Ja, ik moet alles zelf verdienen, kijk. Ik moet alles zelf verdienen. Ja. Ik doe het ook maar wat. Wat moet je dan? Paarden gaan kopen, verkopen. Nou, dat zie je dan wel, hoor. Ja. Want ik kom nog terug, hoor. Hoe zegt die Schwarzenegger dat het aan het eind van die film? I'll be back. I'll be back. Zie je, Nathalie? I'll be back. Wat denk erom, hoor, dat ik erin ben. Ja. Buiten zingt Jos de frustraties van zich af. Can you hear me? Through the dark night, fucking far away, to be near you, who can say? In café Pakhuis, vlakbij Willemskantine, zit Bob de huisbaas. Hij heeft nog een kamer voor Jos. Waar je gewoond hebt, ben je eruit getrapt. Je raam open zwerven. Waar kom je terecht? Bang regen. Nou, nee, heb je opgepakt. Kijk, je moet je eigen aanpassen. Je weet, die slaap met z'n 20 op een zaal, met z'n 80. Elke zweetneus van je sokken krijgt iedereen. Ja. En zo is het. Maar kijk, als je nou opgepast had, had je gewoon een kamer gehad. Je hebt niks met te maken. Ik zeg, als je nou opgepast had, dan had je een kamer gehad. Jos, waarom ben je nou uit het leger eruit getrapt? Dat je dag nog dronken was, hè? Nee. Ja, wel waar, Jos. Kijk, je wordt zomaar niet uit het leger eruit getrapt. Je hebt altijd een grote mouw gehad daar bij het leger. Nou hebben wij je opgevangen, uiteindelijk, als huisbaas zijnde. Je meent me nog in de maling voor die 200 euro. Binnen 14 dagen geen 200 euro, dan gaat u er achter elkaar uit. Dan weet u dat, hè? Geef eens antwoord. Ja. Oké. Okay. Over twee weken hebben we die 200 euro. Ja, dan is het weer haast een maand om, hè. Samen van die vuilniszakken, joh. Wat je bij leger weghoudt, allemaal vuilniszakken. Bij leger, allemaal vuilniszakken. Ja. Wonen allemaal vuilniszakken. Ja. Hé? Vieze tyfus, maar je. Nou ben je er gisteren ingekomen. Oh. Nou heb je 200 in je mik gedaan. Je hebt 500 bij je gisteren. Waar zijn die andere 300 dan? Ja, natuurlijk, ik heb wel wat geld. Wat zeg je nou? Ik heb wel wat geld.
Je hebt nooit geen geld, kankerboef. Heb jij geld? Dan maar eens 5 euro's geven. 5 euro's? Op je muil, gauw. Je hebt net 600 euro gehad bij die... Oh, hier, hop, hop. Die weg, hou. Wat is mijn goed? Je hebt weer een stuk in je broek. Ja, hè? Die weg, hoor. Jos heeft problemen met het betalen van de huur. Hij moet klusjes opknappen voor Bob. En Bob is geen gemakkelijke baas. Hij heeft op alles wat Jos doet iets aan te merken. Looks rejected. Looks dejected. He looks downright neglected. Waar ben je nou? Duurt dat anderhalf uur, dat dingetje neergooien. Normaal doen hoor. We hebben geen tyfus aan die zwerven, joh. Hij doet helemaal geen tyfus, joh. Op kanker en van mijn zak uitblijven. Alles moet je daarheen harken, hè? Ja. Nou moet je eens werken, hè? Dan weet je wat werk is. Wist ik wel, hoor. Ja, dat wist je wel. Je loopt meer als werken. Er ook uit, hè? Kijk, als je dat. Kijk, nou ben je daar begonnen, hè? Maar als je nou je hersens gebruikt, dit moet er ook nog uit, hè? Kijk. Zie je, ik doe het rustig, hè, voor mijn rug, hè? Je moet gewoon kijken hoe de baas het doet, hè? Zie je, dat zijn allemaal stenen, hè? U kunt doorgaan. Ja. Ja, chef. Maar wel een beetje doortrekken, hè? Maar niet duren. Nee, dan weet u het, hè? Ja. Oké. Okay. Daag. Terwijl Jos zich in het zweet werkt, controleert Bob de huurachterstand van zijn klanten. Loze putten, loze putten, allemaal. Allemaal loze putten, jongens, allemaal loze putten. We zijn net de soos, hè? Kinderen van de soos. Ja, zijn loze putten, jongens. Allemaal loze putten. Daar sta je. Gemiddag haven. Die staat open. Die. Ook de achterstand. Dat blijf je. Wie bedoel je nou? Hé? Wat voor man bedoel je nou? Nee, ik dacht dat de man niet hier vanochtend hier was. Dat je huis was? Ja. Nou, en die vraagt natuurlijk om zijn centen. Ja. Maar hij is nou zo begodverdomd van huurders boven. 1 van 1200, 1 van 800. Ja. En nou gaat hij lopen denken, ja, als jij niet daarna betaalt, dan moet je er ook maar uit. En dat vond ik een beetje zin natuurlijk. Ik weet niet wat jij vangt van Soos. 36. 36. Dat is 36. Nou, dan ben je al dat kwijt, hou je 30 euro over, zeg maar een voorbeeld. Nou wil hij dan die 200, dan hou je pakweg 230 over voor te leven in de maand. Dat is wel mooi natuurlijk. Dan kun je alleen geen biertje kopen. Hoe is het met die paarden? Hoeveel paarden ga je nou kopen? Nou, dat ligt een beetje aan Tony. Aan Tony? Wie is Tony? Oh, die Griek. Die wonder over. Die Griek? Ja, die heeft niks meer, joh. Nee, dat weet ik niet. Heb geen Mercedes meer, heb ja, niks meer. Ik ken niet bij iemand in zijn portemonnee kijken. Ik wel. Nee, ik niet. Heb die lening van ons gehad, die 70.000. En dan moet 1.000 in de maand terugbetalen, dat komt niet uit met hem. Maar als je nou dat geld niet meer hebt, wat ga je dan doen? Dan ga je weer lopen zwerven. Als jij niks te doen hebt voor me, dan wel, ja. Jij moet niet denken dat we dag en nacht wat te doen hebben voor nee. Je. Dat ken niet. Ja, ik hoor het ook allemaal aan die verhalen. Ik heb daar koop er ook helemaal niks voor. Jij koopt helemaal niks. Wie hebt geen gulden? Dat is het hem juist. Hoe kan je dat kopen? Als een cowboy sleept Jos zijn oude zadel naar de Willemskantine. Hij zoekt opnieuw een geldschieter voor het kopen van zijn felbegeerde paarden. Een van de vaste klanten van de Willemskantine is Geert, een nuchtere groentehandelaar uit het Westland. Jos wil bij hem geld ritselen,
Maar of dat gaat lukken? Oh, jongens, hoe is dit? Wat heb je daar nou liggen? Joh, een zadel? Ja. Wat is dat paard, hoor? Ben je paard? Ja, heb jij, jij hebt toch nog uit Westland. Jij hebt toch een paar paarden van mij? Ja, wat ik heb zo'n paar geld en ik heb nog 4 euro. Nou, dan ben je te gauw uitgeteld, is niet. Je kunt toch mij nog een paardje kopen? Doen we het samen. Dat heb ik ook gezegd. Kom nou 2 paarden, man. Ja, nou, wat? Joh, je denkt niet dat ik helemaal naar de kloten wil gaan. Even uit, zeg het zelf, je hebt maar 4 euro. Je hebt jij al even de paarden gezeten. Jij bent het toch levend bewijs. Nou. Is er nog geen boeien met mij, Gert? Nee, helemaal niet. Gewoon 2 paarden voor mij kopen. Kopen we in Ede, we kunnen er samen heen gaan. Dan ga je er zo heen, dan geef je de koning. Je moet een stalletje hebben voor de winterdag. En anders alleen maar het weiland. Nee, joh. Ach, je luistert ook niet. Als het zo mogelijk. Ah, je bent ook gewoon een Westlander, je luistert. Ja, nou, ja, dat... Jij komt uit de poelen, je luistert ook niet. Ja, ik luister wel. Ik kom uit het Westland, wij zijn een beetje behoudend. Wij weten dat de gulden... Behoudend, ik hoor het wel. Ja, nou, we weten dat de gulden 100 cent heeft. Dat wouden ze houden ook. Het is zulke makkelijk. Je hoeft er niks aan te doen, joh. Want ik krijg ze komen met de dochter op het erf. Ja, joh, maar ja, nou, ze komen op het erf. Maar ze staan er niet in de rij met 5 ruggies te wapperen allemaal. Ja, natuurlijk wel. Ja, ik ken ze niet. Ach, ja, maar ik heb 17 jaar gedaan. Ik ga er dan over uit, man. Ja, nou. Dan doe je het niet. Je doet het wel of je doet het niet. Ik ga maar niet die paarden in. Rot op. Nee, dat wordt niks daar. Jij moet tegen mij moeten zeggen, Josje, we komen 2 van die paarden. Je blijft erbij slapen, je gooit ze neer en je verkoopt ze donderdag. En dan komen er 2 Rojan. Alsjeblieft, Geert, heb. En maar dan moet ik weer 2 nieuwe ophalen. Rij je, auto in, rij je met die wagen. Allemaal koekenbakkers. Ik heb wel makkelijk geld verdienen. Sure is time. Teleurgesteld sleept Jos en Zadel terug naar zijn kamer. Zelfs de juiste deur vinden lukt niet. Oh, daar moet ik wezen. Zullen we verkeerde deur? Yes, you know I try to please my little baby. Met veel moeite trekt Jos zich naar boven. Zijn zadel wordt zwaarder en zwaarder. Bovenaan de trap wordt het Jos te veel. Hij vraagt zich af hoe het zo ver heeft kunnen komen. I wanna wheel my baby. Ever come back. Het voert zoveel geld, joh. Ach, jongens. I wanna wheel my baby. Ever come back to me. You know she got my mind wandering. Like a ship out on the sea. Eindelijk kan Jos op zijn bed gaan zitten. Het laatste wat hij nog heeft, is een oude, trouwe zadel. Hope I meet you again someday.